Goedemorgen klasse, het is 9 uur. Ik ga eerst nog even lopen, zodat ik zeker met een fris hoofd de dag tegemoet kan gaan. Wish me luck. Ik ga even wat energie opdoen, kopje leegmaken en een beetje gaan joggen, muziek in mijn oren. Dat kan even deugd doen, dus tot zo. Een lege klas. Echt niet leuk om de klas zo te zien. Het is hier muisstil. Geen enkele leerling in mijn klasje. Het voelt heel vreemd. Hier gaan we het leraarslokaal binnen. Deze staat al een beetje coronaproof georganiseerd. Wat ook wel niet zo gezellig lijkt als onze andere schikking. Nu dat we weten dat de scholen gaan terug heropstarten, zien we toch wel heel veel moeilijkheden opduiken. We hebben leerlingen die ons dagelijks een knuffel komen geven. Ja, dat mag niet meer. Dat komt binnen, hè. Met dat ik het vertel, begint mijn stem gewoon te trillen. Ik maak me daar wel zorgen over, ja. Voilà, mijn klasje. Oh. Eigenlijk is mijn klas er echt bijgelaten, zal ik maar zeggen. We zitten in zo'n bijzondere situatie, ja, dat je ook heel veel gaat nadenken. En eigenlijk voel ik mij een beetje verloren. Dat je bent je tweede thuis een beetje kwijt, want je brengt veel meer tijd door op school dan thuis. Je mist het wel, je weet dat het niet haalbaar is, maar je mist dat wel. Nu is het tijd dat ik de opdrachten van vorige week nog eens ga bekijken. Dus dat gaan we doen. Dus voilà. Ik werk daarvoor met het programma AdPuzzle. Dat is eigenlijk een programma waarop dat je filmpjes kunt uploaden en daar dan vragen aan kunt linken. Op het einde, als ze dat filmpje hebben ingediend, dan krijg ik al die antwoorden per leerling te zien. Je ziet je leerlingen niet heel vaak, af en toe is een live sessie, maar op die manier kun je wel mee in hun hoofd kijken. Voor mij is onderwijs ook meer dan bezig zijn met de leerstof. Dat is ook gewoon werken met jongeren en zien hoe dat zij langzaam maar zeker ook gewoon zichzelf worden, om het zo te zeggen. En dat is iets wat ik heel hard mis. Ik mis mijn leerlingen keihard. Ja. Ik ben hier nog een aantal dingen aan het voorbereiden. Het is zo dat de kinderen de zakjes komen halen. En wij bieden daar zo'n griepzakje met verf aan. En die wou ik thuis niet maken om zo te vervoeren. Ik heb de bundeltjes die ik op school gekopieerd heb. Die heb ik hier voor me liggen en ik ga ze nu in de blokjes duwen. En de dichtplakken, zodat we die dadelijk bij mijn leerlingen kunnen bezorgen. Zo kunnen we op deze manier eens eventjes contact maken met de leerlingen en eens eventjes vragen face-to-face hoe het met hen gaat. Het is een beetje moeilijk om alle leerlingen eigenlijk te bereiken. Vooral omdat we buitengewoon zitten. Er zijn heel veel leerlingen bij die geen laptop hebben en geen tablet hebben. Dus op die manier, pre-teaching is heel moeilijk bij ons. Hallo! Hey, wat een verrassing! Hey, god, dat is lang geleden. Ja. Hey, Warren, alles goed met jou? Hey, dag Sebastian, wat leuk om jou te zien. Kijk eens weer ook eens, waar ik het je boven zie. Ja, zeg, ik heb hier voor jou een zakje met allemaal leuke spullen. Ik hang die hier. Want zoals je weet mogen wij niet dicht bij elkaar komen. Hè? Neem het maar, Sebastian, het is voor jou. Ik wens jou heel veel plezier daarmee deze week. Ja? Heb je al leuke dingen gedaan? Ja. Dag. Oh, doei. Ja, we zijn met de Vespa vandaag, hè. Fijn. Ja, we vinden het ook wel eens fijn de juf van u te zien, hè. En ik u ook, hè. Ja, dat is heel anders dan worden. Ja. Ik heb hier nog wat extra oefeningetjes in de tafels. Ah ja, dankjewel. Tafels, ja. Hoe lukt het voor de rest met oefenen? Eigenlijk tamelijk goed. Eigenlijk, hij doet heel goed zijn best thuis. Maar het is alleen de nieuwe leerstof is wat moeilijk. Dat is ook logisch. Hallo, how are you doing? Hoe gaat het, Patricia? Zo heb ik ook andertalige kinderen die thuis nu volledig Romeins praten of volledig weet ik veel welke taal praten. Er is een barrière omdat zij Roemeens praat en ik Nederlands. We praten samen gezamenlijk wel Engels, maar dat is natuurlijk niet heel makkelijk. It was your birthday, huh? Hip hip hip. Hoera! 2 jaar? Yeah. Zo? 2? Bravo, hè? Patricia, was het een leuk feestje? Ja. Ja?
ik een Lucky 25ste verjaardag ook aan de school. We hebben gewoon geprobeerd om onze Ookanners ook gewoon verbonden te houden met de school. En dus al heel snel zijn er een aantal collega's die initiatieven zijn beginnen opzetten, zoals Radio Ookan, waarbij dat ze bijvoorbeeld elke dag een filmpje posten of een challenge. Zeg Patricia, zo leuk dat jouw mama nog een nieuw poppetje voor ons gaat maken. Ja, zij kan dat goed, hè? Ik heb haar ondertussen de vraag gesteld, omdat ik wist dat ze heel goed kon crocheteren, zo haken. Ik heb haar gevraagd of ze zo nog een tweede klaspopje voor ons zou maken. We hebben dus vaak niet gehoord, het poppetje dat mee doet in de stoontjes. Maar we wilden daar graag ook een meisje voor. En zij is die nu voor mij aan het maken. En ik vind dat heel tof dat hij zoveel contact probeert te houden. Dat die betrokkenheid er is, dat ze dat maakt. Dat vind ik heel fijn. Ik wil het schoolbestuur bedanken waardoor ze 25 jaar oud zijn. Ik heb veel dingen in elkaar geleerd. Nu vallen zij terug op hun soort van anderstalige bubbel thuis, die ook heel klein is. Ze hebben een heel klein netwerk. Dus ik denk, hoewel dat ik heel trots ben op alles wat ons team heeft gerealiseerd, en dat meen ik echt, denk ik dat er wel ook veel mensen van het team zoiets hebben van ja, het is niet ideaal. En in die zin zou het gewoon best zijn als we zo snel mogelijk ook terug in het echte leven kunnen laten opstarten. Ik heb zo net de telefoon afgelegd met Sepp, een jongetje van mijn klas. En die kende al een heleboel letters. Hij kent er nog niet voldoende om echt in de AVI-boekjes te gaan lezen, wat hij eigenlijk wel wil. Dus en hij is een beetje gefrustreerd doordat die AVI-boekjes nog te veel letters bevatten dat hij niet kent. Daarom heb ik voorgesteld om zelf een verhaaltje voor hem te schrijven met de letters die hij kent. Ik heb kinderen in de peuterklas die al heel veel letters kennen. Ik heb kinderen in de derde kleuterklas die het nog moeilijk hebben met hun kleuren. Dus het is aan mij om daar eigenlijk een beetje op in te spelen. Ik heb heel veel videocalls met de kleuters. Ik schrijf kaartjes naar hen. Ik maak dan de video's. Ik maak checklists met leuke ideetjes op dat ze kunnen doen. Sepp en Ilse zijn in het bos. Ze zien een kip. Ja, die mama vond het fantastisch. Dat jongetje vond het fantastisch. En normaal put ik mijn energie uit de kinderen in de klas. Maar deze dingen geven mij dan ook heel veel energie. De San Corona podcast is vandaag gehuld in een waas van mysterie en onzekerheid. Voor mij is het leukste dat we dat samen met leerlingen kunnen doen. En dat zij echt dat zij eigenlijk die podcast maken. Ik ben nu aan het wachten op de andere leerlingen. We gaan vanavond een gesprek hebben met 3 leerlingen. Uiteraard virtueel. Ah, daar is dat. Dat wordt hier gezellig. Ze hebben een wiskundeprijs binnengehaald voor onze school. Dat is natuurlijk fantastisch, maar we gaan het ook wel hebben over hoe dat ze coronatijden beleven natuurlijk. Hebben jullie tips voor andere leerlingen om te studeren? Ik zet gewoon een goed jazzknop en maak oefeningen. En dan bent je vertrokken. Dat is voor mij wel het allerbelangrijkste, dat die leerlingen ook elkaar horen, elkaar blijven horen en blijven horen dat de school ook leeft, maar dan op een andere manier dan fysiek. Het is helemaal fout wat ik gedaan heb. Jij bedoelde helemaal niet dat we thee gingen drinken. Maar nee. Zeg dat dan, slimmeke. Jij bedoelde de letter T. Ik maak filmpjes voor de kleuters. Ik ga op mijn bek in die zin dat ik mij wel redelijk belachelijk durf maken. Maar het is gewoon even denken dat ik in de klas ben. Wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is dat ik dingen aanbreng voor de kleuters die zinvol zijn. Het gaat dan over kleuren, tellen, vormen, letters enzovoort. Maar ook sociaal en emotioneel is wel belangrijk. Waarom ik zenuwachtig ben? Goed. Hiervoor natuurlijk. Goed. Nee, niet omdat ik een banaan ga eten, slimmeke. Omdat ik ga presenteren. Kinderen willen gewoon hun juf zien en als corona mij één ding heeft geleerd, dan is het dat oké is om op mijn bek te gaan als de kinderen er maar beter van worden. Chloe, jij mag één van de 4 kaartjes kiezen die jij graag zou willen kopen. Ik moet soms voor mezelf zeggen van oké, nu ga ik mijn telefoon aan de kant leggen, maar dan denk ik nee. Want als ik dat doe, ga ik misschien weer een berichtje krijgen van een leerling en dan ga ik die niet beantwoord hebben. En dan, ja. Dus het is zo, ik wil eigenlijk wel de hele dag beschikbaar blijven. Ik ben compleet kroket en tureluut van een hele namiddag naar dat schermpje van mijn laptop te zitten kijken en naar
al de opdrachten van de leerlingen vorige week. Alle mails zitten beantwoorden, dus ik ga er nog even van genieten om in de zon te zitten. Zelfs is de zon namelijk weg. Lezen en schrijven leerde ze pas toen ze 14 jaar was. Oh, dat is wel laat, hè. 14 jaar en dan pas leren en schrijven. En ook niet naar school, net zoals jullie nu in de corona. Mm-hmm. Willen jullie eigenlijk graag terug naar school? Ja, ik denk wel. De combinatie is echt niet gemakkelijk. En mijn afval staat daar nu ook. En ik heb ook soms zoiets van, hoe moet ik het hier allemaal gaan doen? Ik kreeg juist een leuk berichtje dat er waarschijnlijk wel een verrassing in de brievenbus zit. Als we dan zien zo berichtjes wat mama's dan sturen of andere collega's van, hey, je bent supergoed bezig. Of we zijn u dankbaar voor alles wat jullie doen. Dat, ja, dat weegt toch zeker op tegen al die negatieve commentaren. Dus we houden de moed erin. Oh, kijk eens, schattig. Oh, dat gaat wel echt een heel schoon plekje krijgen.